geschreven kerstverhaal van Alberta van Dijk. En het verhaal heet... Twee leuke neusjes. Twee leuke neusjes. Twee leuke neusjes droppen plat in het vensterglas aan. Twee poe kinderoogjes, groot van verwonden, kijk naar boeken waar de winter zijn snijkluidingspraat heeft. Mag mijn boek nu een spul moeken? Vragen ze. Ja, dat mag wel, maar die mag maar vanzelf afgaan. De kinderen beloven me dat ze dat mij dan zijn. En dik ingepakt in de kool spullen ze in loter op Leidveld Noosthoes. Duur nooit lang of er staat een grote snijpot in zo'n. En zo vliegen de kinderen ook wel snijpot. Spierwit in ze vanavond snij. De hele dag spullen ze boeken. En hem veel plezier. Tegen twee lusten brak moeken uw kinderen in huis. Het is nou door met snijbaan gooien en glieden ook met slee. Als ze wassen ben en eet naar hem, brengt moeken ze naar hun kinderkommetjes. Eerst stof ze leutje kees in. Denk voor dikke rode wangen van boekspoon. In het eindekommetje zit Dina op raadje van uw beer. Wist nog mijn sloopgewicht? Vraagt Moeke. Nee, ik heb geen sloop. En hoe komt dat zo? Wil Moeke weten. Nou, ik moet allerlei kerstfeest denken. En dat duurt je niet zo lang meer. Moeke is op haar hoede. En gaat nog eens de dochter op beren zien. En pakt Leutje haantje vast. En wat denkst u daarna? Vertel me maar. Dina kijkt Moeke nooit aan als ze vraagt, krijgen we een kerstboom? Eén is stil. Moeke weet wat er omgaat in dat kleine kapje van Dina. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht, loog Moeke. Hoe denkst u er dan over? Vraagt ze. Dina schorrelt waarover het beren heen en weer. En ze kan allemaal met stil zien, Marien. Nou, Kees en ik doen geen kerstboom. Maar kerstfeest is een blijde feest. En doe bis je allemaal niet meer blijde. Moeke schrik van Dina's woorden. Toen papa er nog was, gaat Dina verder. Aan een hele grote kerstboom. En kwam opa en oma met ons kerstvieren. En er werden lekker koekjes en cakebad. En onder de kerstboom hangt hij een paar cadeautjes. Touwmoeken. Ook al is ons papa er niet meer. Wie kent toch wel kerstvieren? Het is even stil in het Leutjeslokkommetje. Waar zitten ze met de ruime gedachten? Ja, Dina, zegt Moeke. Doe hij je gelijkwicht. Maar deze kerst wordt hij eens als andere kerst doen. Dat begreep Dina ook wel. Zonder uw pa is alles anders geworden. Dina doet nog een poging. Goof ook nooit naar de kerk, naar de mis. Moeke valt zo machteloos. Ach, wicht, dat heb ik ook je helemaal niet bedacht. Ze kijkt de dochter aan. Ik mag wel voor mijn kinderen dan, denkt ze. En in twee duisten, in het Leutjeslokkommetje, kreeg ze een idee. Wees waar we dan? Doe en Kees gewoon een kerstboom kopen. Optuigen moet je hem ook vanzelf. Noor de nachtmis gaan we ook. Elk van ons steekt een kerstje aan voor onze papa, zo is het er ook een klein beetje bij. Hoe liet hij dat? Dina slacht door de aardappel van Moeke's nek en geeft hem een dikke smok. Dus schudt Brok en Moeke's keen en vuurt het een machtig was, zegt ze. Ho, ho, juffrouw. Zo gemakkelijk komst u dan uit af. Wie kreeg nog heel druk met ons baans? Wie maakt nog koekjes bij? Opa en oma nog nuin? Ik zal die eind lekker in stap. En ga slopen gewoon, hè? Want wie kreeg je nog zo druk? Dina kreeg onderdekt en valt direct in sloop. Die nacht droomt ze dat een grote versierde kerstboom in de kamer staat. En van uw papa... Debbie de kerstboom, kerstverhoor voor u leest. Dank u.